Ja, dat is toch wel heel erg, vind ik zelf, door de coronavirus, dat het niet doorgaat. Nou, ik ben in 1983 ben ik naar Libanon geweest. Ik ben daar 7 maanden heb ik daar gediend, van maart tot en met oktober. Ik heb echt van alles meegemaakt, zou ik maar zo zeggen. Ja, dit jaar is dan geen Veteranendag zoals we gewend zijn. Normaal gesproken dan sta ik vroeg op, hè, want de Veteranendag begint al vroeg. Dus dan ga ik naar het station toe. We spreken af je eigenlijk gewoon op rond 5-6. Vaak met een groep en het is altijd gezellig om met verschillende veteranen te reizen. Dus ook oud en jong samen. En dan gaan we gezamenlijk met een bakje koffie gaan we naar Den Haag toe, naar de Veteranendag. Dan zijn er zo wel 100.000 mensen als het heel goed weer is in Den Haag. En dan gaan we defilé lopen. En dat is zo geweldig. Dan beginnen ze te klappen, de mensen. En het is gewoon een hele mooie dag voor ons. Ja, het is altijd, ik vind het heel belangrijk om elkaar weer tegen te komen. Gewoon, het voelt zo vertrouwd. We zijn allemaal anders. We komen allemaal uit een andere regio. Maar als wij even met elkaar praten, dan is het net of we elkaar gisteren weer hebben gesproken. Ik ben blij dat de Nationale Veteranendag toch iets op tv gaat doen. Dat ze toch de veteranen in het zonnetje gaan zetten. En dat vind ik gewoon geweldig dat ze er toch nog aandacht aan besteden. Dan kan toch nog het Nederlands volk kan dan kijken naar de Veteranendag.